Open voor het Geld voor de Stichting Tegen Kanker. Dag Caroline van Stichting Tegen Kanker. Hallo. Wat doet het met jou om hier al die mensen te zien lopen voor eigenlijk datzelfde goede doel waar jij een represent van bent eigenlijk? Ja, het is ongelooflijk. Zeker in dit weer dat toch iedereen in beweging blijft, dat de teams... Ik kom net van achteraan dat er daar zoveel ambiance blijft. Het is ongelooflijk, het is schitterend. Ben jij al 24 uur aanwezig? Geen 24 uur, maar wel al heel veel uur. Ik ben naar huis gegaan, ik woon in Aalst, dus dat is nog een uurtje rijden van hier. Ik ben gisteravond laat naar huis gereden en vanmorgen terug naar hier gekomen, maar... Het hangt wel in de kleren, ik voel het wel. Ja. Ja, iedereen is wat moe aan het worden, maar de spirit is wel nog positief, vind ik. Ja, het is voor Centjes, mm-hmm. voor Stichting Tegen Kanker. Ja. Wat gaan jullie daarmee kunnen doen? Ja, wij ondersteunen daar vooral wetenschappelijk onderzoek mee. Als je weet dat er 186 Belgen per dag de diagnose krijgen van kanker, dan denk ik dat het absoluut nodig is dat wij inzetten op wetenschappelijk onderzoek. En dat is dan ook onze core business, laat ons zeggen. 60% van het ingezamelde geld gaat sowieso naar wetenschappelijk onderzoek. De rest van het geld gebruiken wij om de patiënt en de mantelzorger te ondersteunen of preventief te gaan werken, zoals Tournee Mineraal, dat je misschien wel kent, is bijvoorbeeld een campagne die wij ook lanceren. Ja. Maar dus vooral wetenschappelijk onderzoek. Ja. Wat echt super belangrijk is, de teller stond al op 5 cijfers, meer dan 100.000. Kan je zo een idee geven van wat jullie daar concreet van onderzoek bijvoorbeeld mee kunnen doen dan? Ik weet niet of jullie langs geweest zijn op de debatavond. Hier in Rons hebben ze een debatavond georganiseerd over immunotherapie. We hebben bijvoorbeeld een onderzoeker, professor Karin Vermalen, en hij heeft daar onderzoek rond immunotherapie rond gedaan. Dus dat is eentje. Een ander is bijvoorbeeld een soort toestel dat ze ontwikkeld hebben voor borstbestraling. Dus mensen, vrouwen die borstkanker hebben, voor daar te gaan bestralen, hebben ze een speciale plaat ontwikkeld waar dat men toch wel comfortabel kan gaan opliggen en waar dat men beter kan bestralen, dat men enkel de borst of dus de tumor gaat bestralen en niet echt dat men wegblijft van het hart en van de longen en zo. Dus dat zijn echt concrete dingen die daarmee gebeuren. Ja. Oké, allemaal super broodnodig. Dus ik hoop dat hier nog veel gelopen wordt, nog veel extra centen. Straks ontdekken we dan hoeveel geld het al heeft opgeleverd. In spanning blijven wij wachten. Straks gaan slapen ook? Straks zeker en vast gaan slapen. Ja, okay. Dat zit er zeker in. Ja. Dan wens ik jou nu al slaap wel, Caroline. Nog even volhouden. En wij gaan terug naar de mainstage voor Le Confetti. We studie Russie. En het eerste punt. Bovenop de Newton.